Dit is een bespreking van het tweede stukje van paragraaf 41 van boek 21. Scipio nog steeds aan het woord. Hij is zijn nieuwe leger aan het vertellen dat hij Hannibal geprobeerd heeft tegen te houden voor de Alpen. Maar dat in zijn beleving het leger van Hannibal daar gevlucht is. Hier vertelt Scipio dat hij alleen de gelegenheid kreeg om met het leger van Hannibal te vechten in een ruitergevecht, in een equestri. Proilio, met welk deel van de troepen? Hij zegt het ook, de gelegenheid data est, aan mij moet je aanvullen, de gelegenheid aan mij gegeven is te conserendi manum, dit is een gerundium, om een handgemeen aan te gaan, van het aangaan van een handgemeen. Manum betekent letterlijk hand, hier een gevecht om slaags te raken. Dus hij zegt hier, ik kon alleen maar tegen Hannibal vechten met mijn ruiterij. En in dat gevecht, in een ruitergevecht, hostem fudi, dat is de hoofdzin, heb ik vergoten, voenderen betekent eigenlijk gieten, heb ik de vijand vergoten, heb ik de vijand verdreven. Peditum achmen, van de voetsoldaten, de kolonne, dus de kolonne van de infanterie van Hannibal is de bedoeling, quod in modum fugientium raptem agibatur, die voortgedreven werd, meegevoerd werd door Hannibal natuurlijk. Raptem betekent ijlings, mooi oud-Nederlands woord, snel. Die snel meegevoerd werd in modum fugientium. Modus is een manier, op de manier fugientium van vluchtenden, PPA. Dus die voetknechten van Hannibal, die infanterie van Hannibal, die wekte op zijn minst de indruk dat ze aan het voegeren, aan het vluchten waren, zegt Scipio. Omdat ik die quia niet kon, non poteram, omdat ik die voetknechten niet kon ad sequi bereiken, inhalen, terra, over aarde, over het land. En dan staat het hoofdwerkwoord even zoeken, dat staat daar, obvius fui, ben ik tegemoet geweest, staat er letterlijk, ben ik tegemoet gegaan aan de vijand, aan Hannibal, aan deze vijand, die vijand die gevreesd moet worden, een gerundivum, aan deze geduchte vijand ben ik tegemoet gegaan in radicibus prope alpium. In de wortels staat er letterlijk, aan de voet heb ik vertaald, bijna van de Alpen. Dus ik heb een omweg gemaakt over zee. Scipio is heel snel over zee richting de Po-vlakte gegaan, omdat hij naar eigen zeggen dat voetleger van Hannibal niet meer kon inhalen. Dan heb ik een aantal dingen overgeslagen. Dus dat, het gaat nog steeds over die peditum achmen, de kolonne van de voetknechten, van de infanterie. Van Hannibal, omdat ik die niet meer kon over land bereiken, inhalen, is die dus terug naar de Po-vlakte gegaan en dan staat een participiumconstructie daartussen, regressus, regredior deponens, teruggekeerd ad naves, naar de schepen, quanta maxime potui celeritate, celeritas is snelheid, quantus maxime betekent zo groot als, met een zo groot mogelijke snelheid als potui, ik kon, met een zo grote circuitu, tanto congrueert met circuitu, met een zo grote omweg, letterlijk van zee en van landen, dus over land en zee, ben ik Hannibal tegemoet gegaan bijna aan de voet van de Alpen. Dus het is mij gelukt om zo snel om te varen dat ik Hannibal nu kan opvangen als hij is neergedaald uit de Alpen.